Welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 94. Ja, eigenlijk zou René vandaag vrij hebben, maar we hebben het een en ander toch kunnen regelen hoor. Ja, ja, ik moet eigenlijk oppassen op de kleine hier, maar die... we zijn even opnemen nu. We zijn het opnemen in de camera, daar, in de camera. Ja, in de camera, ja, zwaai maar, ja, ja. En die, die is... Hallo? Oké. We hebben één nieuw ding bijvoorbeeld ook, dat is de baby puppet, dat is dus deze pop. Die, in principe kun je die laten... Hallo, ga je doen? Oké. Okay. Die kun je dus levend laten lijken, je kunt hem al dingen een laten zien. Kun je hem een handje heen? Ja, dat kan. Zie je, hij kan ook... Hallo, even niet doen. Hij kan allerlei dingen ook... niet doen zeker, even liggen. Hij kan allerlei dingen ook pakken. Op het Visum was zelfs een kaartmanipulatie, deed de pop. Die produceerde echt gewoon kaarten uit de lucht. Nou, het is een handpop. Oh ja, ja, die hand zit in de rug, in het hoofd en in de handjes. En je kunt, je moet daarmee gaan spelen. Dus je kunt de baby, kun je bijvoorbeeld om het hoekje laten kijken. Zo, kan die verstoppen. Kan heel stiekem zo kijken. Dus je moet even zelf kijken wat voor toepassingen je daarmee hebt. Maar ik denk, als je denkt aan een Rocky Raccoon. Ja. Ja, dat zei ik, Rocky Raccoon. Die loop je ook mee rond. Het is ook geen goocheltruc. Maar mensen blijven daar naar kijken. Mensen willen aaien. En dat is met deze baby ook exact het geval. Dus de baby puppet kost €45. Kleuren kunnen verschillen. Dan hebben we het voornamelijk over de kleding eigenlijk. En de trappen zag ik, die komen altijd overeen. We hebben roze, we hebben deze, we hebben een andere soort. Je kan in principe niet kiezen, omdat we... niet weten wat we telkens krijgen en wat er is. Tenzij je in de winkel komt en we hebben soorten liggen, dan kun je zeggen, kunnen we zeggen, nou, kies maar eentje. Maar online kun je niet kiezen. Dus helaas. Ze moeten ook snel weg, want ze gaan niet goed samen met die Rocky Raccoons. Nee, ook dat. We hebben al twee... En dus elke dag zijn we die baby's aan het voeren ook. En het kost gewoon heel veel tijd. Dus we moeten ze niet te willen blikken, want dan gaat hij gewoon de dag gaat helemaal... Wordt even een beetje eten zien. Ja, dat is... Ja, ik vind hem geweldig echt. Ja, de babypop, baby puppet voor €45. Ik leg hem even in zijn maxi cozy, even vast met jou. Goed, ja, lekker slapen. Oké. Okay. Ik denk dat er kinderhandelaars zijn hier. Ja. Nou, dan leek het van de week wel op dat allemaal mensen hier met baby's in buiten liepen, toch? Dan iets totaal anders. Ik heb hier dingetjes oprapen. 1, 2, 3, 4, 5 naaltjes. Ik ga ze op mijn hand leggen, want je kunt bijna niet zien, grote brood. Het zijn 5 kleine plastic naaltjes. En we hebben 1 voodoo poppetje. En 1 voorspelling die ik niet meer aanraak. Leon, ik zeg ze, leg die hier eventjes op. Dank u, puur voor de kleur trouwens, dat je ze goed kunt zien. Dat de mensen thuis het ook een beetje kunnen zien nog. Het zijn 5 naaltjes. Nou zeg. En een poppetje met 5 gaatjes. De ogen zijn gewoon echt ogen, kun je niks inprikken, zo gemeen zijn. Je mag zelf kiezen hoeveel naaltjes dat je gebruikt en waar je die prikt in de pop. We hebben niks afgesproken overigens. Het is echt live, zeg maar. Yo, dat is wel gemeen. Je gaat in ieder geval voor meer dan 1 speldje. Ik vind hem zo mooi. Vind je dat mooi? Oké. Okay. Ja, en heeft net stuk 1 benen moeten staan, hè? Dat klopt. Ik heb hier een voorspelling. Weet je wat? Haal het kaartje zelf uit. Krijg ik dat niet aan. Op de andere kant staat een poppetje. En daar heb ik aangekruist welke naalden dat jij zou gaan prikken in het poppetje. Tenminste, zo wat ik dacht dat jij zou doen. Zou ik het kaartje willen omdraaien om te kijken wat erop staat? En dan blijkt dat mijn voorspelling exact was. De linkerarm, de rechterarm en de linkervoet. Mooi. Ja, is leuk hè? Ja. Het is de Voodoo Prediction. Met alles erbij, ook een hele hoop reserve naaltjes nog. Ik doe ze ook even nu terug rennen, want het is wel natuurlijk iets wat je... Ik zal het niet makkelijk kwijtraken, maar ik zou er wel een doosje zo bij maken. Dat is, als je dat doet, dat je hem de naaltjes eruit kunt halen. Dat is de Voodoo Prediction voor de superleuke prijs van €12,50. Dus dat is ook eigenlijk, ja, ik vind dat een super prijs voor een truc, toch? Ja. Compleet met Nederlandse video-instructies waarop we uitleggen hoe alles werkt. Compleet met een wilsip ook voor je, om je voorspelling te maken. Dan heb ik een zakje bij. Helemaal compleet. Voodoo Prediction, €12,50. Heb jij nu iets leuks toevallig? Jazeker, hier is nieuws. Voorspelling? Ik
kom daar dadelijk op terug. Dit? Was ja, elke papiertje. Ja. Okay, ja. Spelkaarten, René. Uh-huh. Ik wil je vragen om. Ik zal even laten zien, allemaal verschillend zijn. Uh-huh. Ik wil je vragen om ergens stop te zeggen waar je zelf film. Uh-huh. Stop. Oh, oké. Okay. Ja? Even kijken. Ja. Onthouden. Mhm. Uh-huh. Even. Oh, net, laat, hoef je laten, ja, laat het lekker. Oké. Okay. Ik had namelijk een voorspelling gemaakt. Ja. En de voorspelling zegt. Ja. Jij kiest. Oké, okay, schoppen 4 is de kaart die jij zult kiezen. Schoppen 4. Harte 4. Sorry, ja, ik harte 4 is de kaart die je zult kiezen. Wat voor kaart had je gekozen? Schoppen koning. Schoppen koning. Ja, dat is dus dat niet helemaal. Wat draai je hiervan? Dus dat kunnen we niet. Dus dat is schoppen koning. Oh, ik bedoel het papiertje. Kijk. Schoppen koning is de kaart die jij zult kiezen. Ja. Hm? Oké. Okay. Ja, tof. En het mooie is, je kunt alles in principe ook laten zien. De truc heet Daily Note. Het kost €37,50. Mooi gemaakt van Mark Mason, zoals we gewend zijn van zijn gimmicks en ja, dingetjes. En eigenlijk nagenoeg kan en klaar. Je moet alleen deze voorspelling even schrijven, maar voor de rest is het ja, en cool gemaakt. Ja, je krijgt hem, de gimmick is in het rood. Ja. De post-it notes kun je ongeveer 20 keer gebruiken, zullen we maar zeggen, omdat die anders niet meer plakt. En verder gebruik je dan verder je eigen post-it notes en je kunt laten verschijnen wat je zelf wil, zeg maar. Ja, je, ben niet je kan ook dat woorden van aanspraak op die persie kaarten te zijn. Hè. Ja. Ja, kan er klaar. Het enige wat je moet gebruiken is je eigen spelkaarten. Een doosje krijg je wel erbij, maar de kaarten zelf gebruik je wel jezelf. Ja. Resetten 1 seconde. Dus dat is wat dat betreft. Ja, ik vond het heel cool gemaakt. En de mensen die het hebben laten zien ook, zeiden ook van hun. Ja. Ja, dan iets anders. Een mooie tas. In die tas daar zitten ringen. Dat zijn allemaal grote ringen. Allemaal, dat zijn totaal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En het mooie is, voor de liefhebbers, natuurlijk is er ergens een geheim. Anders kun je ringen niet aan elkaar vastmaken, zeg maar. Maar je kijkt nu naar het geheim. En het mooie is, je kan ze aan elkaar vastmaken en het valt niet te zien. Dus je kan ringen vastmaken, je kan ringen losmaken, wat je zelf wil. Nou, we zitten een beetje krap hier om een grote ring te doen. Ja. En met een set van 8, dus je kan een complete routine daarmee doen. Het is zo simpel, trouwens, maar je hebt heel veel ringen. En dan pakken we de ringen, ding, twee in elkaar. Kan ik dat ook? Moet je proberen, weet ik niet. Soms kun je er ook drie aan elkaar, kan ook zien. Maar dan heb je er... ja, je weet ook het werk natuurlijk. Heb je drie aan elkaar. En dan zou dat ook kunnen. Oh. Ja, dit zijn er dus inderdaad, mag je even vasthouden? Als je er drie aan elkaar hebt, dan heb je het plots. Wacht even, dan hebben we er echt, niet alles aan elkaar. Nee, dit is een beetje onzin. Maar het gaat, ik doe het even gewoon even. Dit zijn, sorry voor de waai. Dit zijn stalen ringen. Hol staal, dus qua gewicht zijn ze zeer hanteerbaar. En voorzien van een... goed geheim. Check even de site voor meer informatie. Linking Rings Deluxe. Wat is het verschil tussen versies uit China? Laat ik het zo zeggen. Dat het geheim goed verstopt is. En goed te hanteren is. Je moet gewoon zelf zoeken. Als je hem kwijtraakt, moet je zelf even echt zoeken even, waar het nu zit. Er zijn echt hele goede ringen. We hebben ze in 25 cm en 30 cm. Dit zijn de 30 cm ringen. De 30 cm zijn 1 cm dik en de 25 cm zijn 7 mm dik. Het kostte €235. Dan heb je wel een professionele set, inclusief een mooie tas en inclusief een basisroutine met ringen. Dus een basisroutine op papier. Maar er zijn boeken en dvd's te verkrijgen waar je daar veel meer mee kunt leren. Dus de Linking Rings Deluxe.
check even de website. Dat vind ik gewoon wel leuk. Ja, tof. Beetje chaotisch, maar goed. Hebben we nog iets? Jazeker. Oeh, nieuw. Die glimt nog. Mag je even zo'n beetje oppoetsen? Ik vind het niet zo. Door de kamer moet het wel een beetje mooi uitzien. Ja, dat snap ik. Dan moet je geen vlek of zoiets opzetten. Ja. Ja. Dus, Dat is een zelfpoetsende goochelstok. Beetje raar. Oh, zit je aan mijn oren hier bijna. Oh, en dat ding is eigenlijk om hem in, op te bergen. Dus in principe dat dus je hem als je hem voert... Als je hem niet gebruikt, dan kun je hem gewoon het beste hier induwen. Ja, ja. Snap, en dan kun je hem veilig opbergen. Snap. Normaal kun je hem dan... wacht even. Veilig... Oh, wacht eens even. Irritant. Eigenwijze stokje zitten, ja. Mm. Ja, ja. Dan kan die ook niet meer af. Nee, dat is, snap ik. Ja. Ja, grappig ding. Ja. En krachtig. Dit is de Silver Scepter Deluxe. Niet te verwarren met versies uit India, die we overigens ook hebben gehad. Was er verder niks mis mee, maar deze heeft kracht. En dat hadden de versie uit India niet zo. Je kan hem voor de grap tegen je gezicht laten botsen. Is met deze niet grappig. Tenzij je een blauw plek houdt, zeg maar. Deze is echt powerful. Maar het elastiek wat erin zit, om het zo te zeggen, mocht je dat ooit verslijten, kun je het makkelijk zelf vervangen. En dat kan bij de goedkope versie niet. Plus er zit een mooi zakje bij en alles, inclusief gebruiksaanwijzingen in het Nederlands uitgebreid. Ik zou er een zijde doek bij kopen als je wil, 45 of 60 centimeter. Even wegleggen. Ja, even weg, want het is irritant. Ja, ja, je kan de dingen niet opbergen, maar je wilt steeds eruit. Je kunt ook die goochelstok waarschijnlijk eruit laten schieten, maar... Ja, dat gaat waarschijnlijk lastig nu. Ja. Dus het is makkelijk inderdaad. Ja, kijk. Silver Scepter Deluxe. €30. Ja. Wij hebben in het spel kaarten. Allemaal verschillend. Jij mag ergens stop zeggen waar je zelf wil. Stop! Zeker? Ja. Oké. Okay. De kijkkaart even kunnen verder niet zien, uiteraard. Ja. Iedereen hem zien, denk je? Ja, kan hem gewoon zien. Oké. Welke kaart had jij gekozen? Deze. Welke kaart is het? Klaveren 2. Klaveren 2. Je bedoelt eigenlijk. Net. Klaveren 2. Zie je? Klaveren 2. Ja, dit is een. Ding, gimmick. Voorkomen ziet het raar uit. Jij hebt de verse toepassingen ervoor. Daar houdt het in. Zou dat ook kunnen? Ja, dan heb je niet genoeg vrij. Je hebt tegenwoordig een kleding met die pailletten erop. En dit is eigenlijk een gimmick waarmee je van een vraagteken kunt laten veranderen in een gekozen kaart. Dus kun je eigenlijk dit voor maken. En we zijn eigenlijk, ja, je kan er allerlei dingen mee doen. Wat ik net dus deed, want net was het een vraagteken, de hele update al. En toen ik wegdraaide, heb ik hem al met de hand erover gevreven. En dan vraag je de kaart, mensen letten toch niet op. En dan zeg je, wist ik al. Of je zegt, welke kaart had je gekozen? Klaver 2. Sorry. En dan zeg je, en klaver 2. Dat vond je idee. Dit zit er niet op genaaid. Dit is gewoon, achterkant, allemaal magneetjes. En onder mijn shirt zit de andere helft. Onder je shirt, op je shirt. Dus in principe is het echt een kwestie van er overheen wrijven. Dat kan makkelijk als je op je shirt zit, zeker even bij. Want nu moet je zelf vasthouden zien. En het verandert in de klaveren 2. En dat voor een geweldige prijs van €25. Ja, Glitter Card Prediction. €25. Ja, je moet het van boven, ziet er heel raar uit. Ah nee, van boven zo oké. Want het ligt er een beetje aan qua hoeken. Kijk, als je heel kijkt, zie je ook dat het ziet een beetje raar uit, zeg maar. Dat je dan tegen de onderkant van de paillet aankijkt. Het is de Glitter Card Prediction. Alle versies zijn klaver 2. Daar zal ik even bij. Dus we hebben niet meer soorten, alles is klaveren 2. Krijg je ook compleet met een instructievideo, hoe je er om kunt gaan. Hoe je de juiste kaart laat kiezen, enzovoort. Mooi. Oh ja, je krijgt er een mooi opbergetui, want het zijn natuurlijk pailletjes, die wil je niet zo in je koffer stoppen. Dus je kan altijd veilig vervoeren. Dat is ook nog goed om te weten. Heb jij nog iets? Jazeker. Boah, dat heb ik eindeloos vandaag. Jazeker. Wat is dat? Ja, dat zal je zo zien. Twee kaarten? Ja. Ik zal het even zo doen. Dat is kaart
1. Kaart 2. Kijk. Hij zit klem, maar zit voor een blokjes, maar het zit echt wel super stevig vast. Komt ook door een nieuwigheid, denk ik. Ja, ja, dat klopt. Kettingje. Kettingje doorheen laten vallen. Let goed op. Hoppakee. Dan heb ik hier een magisch zwaard. Gevaarlijk uitzien, het roze zwaard. Heel gevaarlijk. Die gaan we er even doorheen duwen. Ja. En je kunt ook zien dat hij vast zit aan de ketting. Ja. Maar waarom is het een magisch zwaard? Dat zal ik even laten zien. Omdat hij vast zit. Nee, die zit niet vast. Ja, die zit vast. Maar een magisch zwaard maakt hem ook weer los. Door het zwaard heen dus? Door het zwaard heen. Ik zal het zwaard er even uithalen. Twee kaarten. En als je wil, zou je eventueel ook alles kunnen laten onderzoeken. Behalve die dan, hè? Ja, natuurlijk. Je kunt alles gewoon onderzoeken. Allemaal ongeprepareerd? Ja. En dat is de Chain True Sword. 12,50. Weer zo'n leuk ding voor een leuke prijs. Ja. Eigenlijk gebaseerd op de Magical Door van Tenyo. Mm-hmm. Hebben we trouwens ook. Dat is de, dat we noemen de luxe versie. En dit is de budget versie. Maar daardoor wel leuk, want hier kun je alles laten onderzoeken. En ja. Bij Magical Door kun je niet laten onderzoeken. Omdat mensen met combinaties van spullen iets zouden kunnen ontdekken. En dat is hier niet het geval. Ja, oké, okay, leuk. Ja. Helemaal compleet met Nederlands instructievideo. Zwaard kan verschillen. Zwaard kan van kleur verschillen, inderdaad. Ja. En ook ja, voor de belachelijk lage prijs van 12,50 euro. Oké. Dan zijn we er doorheen niet. Dan zijn we er doorheen. Oké, op 20 oktober gaan wij hier een klein feestje bouwen. We werken nog aan het exacte programma wat er gaat gebeuren. Maar je kunt erop rekenen dat op 20 oktober hier super aanbiedingen zijn. Je maakt kans op grote kortingen door aan dingen deel te nemen. We hebben een tweedehands markt. Dat betekent, we hebben heel veel tweedehands spullen. Die staan heel veel niet op de site. Dozen vol. Die gaan we voor een mooie prijs die dag verkopen. Enkel hier in de winkel. En nog meer. Mark Elsden komt die dag ook een lezing geven. Nou, lezingen zijn normaal 20 euro. We gaan speciaal voor alle klanten die willen komen en een lezing willen meemaken. En zeggen, nou, voor 20 euro wel veel. Normaal is het gewoon een bedrag wat wij nodig hebben om alles te kunnen betalen ook. Want mensen komen uit het buitenland. Voor 10 euro kun jij erbij zijn bij de lezing. Dus 20 oktober gaan we vrij in je agenda. Van 10 tot 4 is de winkel open met allerlei leuke dingen erbij. Alles vanwege 20 jaar bestaan trouwens van de winkel. En om 4 uur begint de lezing van Mark Elsden. Dat is dan buiten de winkel, omdat we hier niet ruimte genoeg hebben. Dus wil je erbij zijn, dan geef je in ieder geval op voor de lezing. En de dag zelf ben je gewoon vrij om binnen te komen of je niet voor in te schrijven. Ja, Bill Chung hadden we al gemeld. Die is 12 november de lezing. Ook een aanrader. 22 september zijn we met een stand in Mol op de Vlaamse kampioenschappen. Ze zijn we ook. 6 oktober zijn we op het Magisch Goochelclub treffen in Zwolle. Als ik dat aan mijn hoofd helemaal goed doe. 7 oktober zijn we op de BMF-congres. Dus ja, heb je iets nodig en wil je wel iets meebrengen, bijvoorbeeld iets wat we net hebben laten zien, dan laat het even weten. Brengen wij het graag voor je mee. Wij zijn er doorheen. Ja, en we zien jullie graag 20 oktober dan. Dat sowieso, of eerder. Dat mag ook. Mensen, je groeten. Doei doei. Doei doei.